Een beste vorm ja, ja. is uit. Ik zie steeds meer voorbij komen van de heer Bosma, die veel meningen met jullie lijkt te delen. Daarom vroeg ik me af: wat zijn nu precies de verschillen tussen FVD en de PVV? vraagt Bor van Hartskamp. Ralf, kun jij dat toelichten? Ja, nou ja, de, de PVV heeft uh, één hoofdthema, denk ik, en dat is toch uh, de grote zorg over islam. Um, dat is hun kernthema nog steeds. En daar gekoppeld de immigratieproblematiek. Maar dan ook weer met name vanuit de islamkant. Dat is in mijn ogen hun hoofdthema. Verder zijn ze natuurlijk kritisch op de macht en kritisch op allerlei dingen. Wat wij voor een belangrijk deel ook zijn. Maar de kernthema's van ons. Als je kijkt naar bijvoorbeeld nou, corona. daar hadden ze toch, liepen ze eigenlijk gewoon mee. Met, met alle beperkingen die er ten onrechte werden aangebracht. Maar. Ook rondom Oekraïne. Ja, ze willen ook vrede, maar dat is toch allemaal wat vager. In het begin stonden ze we wel te applaudisseren voor Zelensky. Ja. En ze steunen de NAVO. Uh, de ja. NAVO steunen ze nog steeds voluit, volgens mij. Ik heb daar meerdere vragen over gesteld. Ja. ja, inderdaad, heel veel. Door. Ja, dus een paar van dat soort... En er zijn, ze zijn in wezen ook best... Uh, ja, dat ik zeg links georiënteerd, waar het gaat om de economie van het land. Nou, niet ten eerste, dat zijn ze letterlijk. Ja, nou ja, links en rechts zijn natuurlijk een beetje mistige begrippen. Laten we zeggen een socialistisch. Daarom hebben zij ook ze, vissers in dezelfde vijver van de kiezers van de SP. Maar ik moet ook ja. zeggen, ze ja. zijn wel um, in vergelijking met andere partijen, heel open-minded, heel be benaderbaar. Uh, er is goed mee te praten. Dus ik, vind wel, ik voel wel sterke verwantschap. Ja. Maar op een aantal keypunten zijn ze echt anders. Ja, er is nog een groot verschil. Dat is dat de PVV eigenlijk geen partij is, het is een parlementaire groep. En daar doen ze een aantal dingen goed. Een aantal dingen inderdaad veel minder goed. En ik vind echt het forum geluid wat dat betreft veel fundamenteler. Wij hebben het over de Great Reset. We hebben het over de globalisten. Ja. Daar hoor je hen gewoon niet over. Maar uh, zij doen buiten de kamer helemaal niks. Wij hebben leden. Wij organiseren trainingen. We hebben een jeugdopleidingsinstituut. We hebben uh, onze school. We hebben uh, dit programma's. We hebben events in het hele land. Het Renaissance Instituut. Apps. Uh, uh, we hebben een school. app. Ja, ja, ja. ja dat is soms wel leuk om nog even goed. Je de app is weer in ontwikkeling. We hebben weer allemaal nieuwe. Uh, functies. Dus als je de app nog niet hebt, de Forum app, download hem dan in de App Store. Je kunt daar winkelen, je kunt daar uh, uh, koopjes jagen, want leden bieden elkaar dingen aan. Vakantiehuisjes ook, uh, mm. korting voor uh, uitjes, uh, APK. restaurants, uh, APK-keuring kan gratis via de app. Ja. Heel veel dingen, je kunt ook chatten. Um, dus het is absoluut iets wat uh, mensen moeten downloaden.